Niels Zonneveld. Ja, eindelijk een lekker eerste jaar voor het eerst. Ja, dus de eerste keer dat het, dat het gewoon goed gaat in richting van het WK. PlayStation Finals denk ik al zo goed als binnen. Dus ja, laten we daarvoor gaan en een keer een goed eerste jaar inzetten. Dat zal wel fijn zijn, ja. Je bent gestopt met werken begin dit jaar. Is dat ook de reden dat het vruchten afwerpt? Ja, dat is natuurlijk altijd een vraag, maar ik doe er gewoon veel meer aan. Veel meer gefocust op het darten en niks meer erbuiten. Dus ik denk wel dat het, daarin kan je misschien wel denken van ja, misschien is het wel dat het vruchten afwerpt. Maar kijk, vorig jaar was eigenlijk ook goed en toen werkte ik er wel naast. Dus misschien, ja, je weet niet per se waar het aan ligt. Maar het is in ieder geval fijn dat als je stopt met werken, dat het in ieder geval nog steeds gewoon loopt. En dat je niet helemaal neerzakt, zeg maar. Als we verder kijken, kijk, op de Player Championships gaat het heel goed. Maar de Eurotours, dat gaat nog heel erg stroef. Waar ligt dat dan aan? Ja, als jij het weet. Nee, ik denk 4 keer plaatsingswedstrijd verloren ook. Dat ik wel kans had om hem wel te winnen. Ja, pak je die wel, dan ben je 5-5. Nu ben je 1-10. Dus gewoon, ja, ik vind het van mezelf veel te weinig. En plus, het was ook nog eens de eerste. Dus daarna heb je gewoon 9 keer niks. Maar als je dan op de Pro Tour wel recht kan trekken, dan is dat wel weer een fijn gevoel. Maar in principe moeten de Eurotours wel een keer komen. Want dit is ook niet heel relaxed natuurlijk. Is het ook niet heel relaxed? Ja, wat zijn je doelen nu dit jaar? Kijk, een goed WK, kijk, dat wil iedereen wel. En de PlayStation 5 is goed, maar wat wil je eigenlijk bij jezelf echt verbeteren? Ja, vooral de wedstrijden gewoon eerder op slot gooien, weet je. Kijk, ik heb vaak een plaatsingswedstrijd voor de Eurotour. Dat heb ik dan wel weer redelijk regelmatig. En dan wil je ook gewoon dat je op het moment dat je voorkomt en dat je een break pakt, dat je die break vasthoudt en gewoon zakelijk, zeg maar, eigenlijk naar de overwinning gaat en wel naar de Eurotour gaat. Want dat zijn gewoon belangrijke punten eigenlijk voor de hele ranking. Voor niemand een doel, maar de World Series of Dart Finals Qualifier. Ik heb jou daar een paar keer goed op het podium zien staan. Is voor jou toch wel dat je denkt van, nou, is toch lekker meegenomen? Ja, het telt niet mee voor de ranking, maar toch zou ik er wel heel graag bij willen zijn. Puur omdat het, ja, ik kom daar vandaan en ik gooi daar competitie. Dus het zou wel heel leuk zijn. Maar toch, als ik dan mag kiezen, dan heb ik liever de Grand Slam, hoor. Goed, Niels, succes dit jaar. Dankjewel.